Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. Spannend! We staan hier op mijn piratenschip die ik in de vorige aflevering helemaal heb afgebouwd. Van de buitenkant dan natuurlijk. Deze aflevering wil ik waarschijnlijk het interieur gaan maken van dit piratenschip. Even naar de winkelvallei gaan om daar weer dingen te regelen. En verder heb ik nog andere leuke dingen op de planning staan. Maar goed, jongens, ik join de... Oh, wacht, god, wat is hier gaande? Nee. Oh, nee. Villagers, jongens... Harry, Penelope, waar zijn jullie? We worden aangevallen. Oh mijn god, ga ik het doen? Zou ik hier tegen vechten, jongens? Zou dat handig zijn? Hallo? Ik vind het prima om te vechten, maar dan wel vanuit mijn boot, oké? Heb ik een boog of zo? Harry, waar ben je? Snel naar binnen. Blijf binnen, oké? Penelope, waar ben je? Huh? Harry, waar is Penelope? We worden aangevallen. Binnen blijven, Harry. Jij blijft binnen. Jongens, ik kan Penelope niet vinden. En ik heb geen bow and arrow. Niks. Ik kan er op zich wel even snel eentje maken. Alleen ja, ik kan hem niet echt enchanten of zo. Hier een boog. Gaan we zonder enchantments gaan we eens even doodschieten. Eerst jou daar beneden. Hoppakee, dat is 1. En dat is 2. En dan wil ik niet die guy met die banner op zijn hoofd killen. Want als ik hem kill, dan wordt er een raid gestart. Jou daar. Jou ga ik niet killen, oké? Dan zie ik het alweer. Dan wordt er een raid gestart en dan zijn we nog verder van huis. En ik heb daar niet de tools nu voor. Nou trouwens, ik heb hier binnen wel ergens... Mijn gear ligt. Kijk, hier ligt mijn gear. Eén ijzeren broek, meer niet. Goeie gear. Weet je, ik denk dat ik wel veilig ben op mijn boot. Maar nu een dingetje, jongens. Ik kan Penelope nergens vinden. Top, hé. Nu al een piraat vermist. Dit is echt het piratenleven. Goed, laten we beginnen met de planning, jongens. Ik zei in de vorige aflevering dat ik eigenlijk alleen maar bij de winkelvallei wilde gaan werken. Maar ik wil gewoon echt even dit schip af hebben. En ik denk dat ik dat deze aflevering ook helemaal kan doen. En het enige wat ik daarvoor hoef te doen is gewoon dit ruimtetje hier beneden wil ik even opdelen. Misschien in 2 ruimtes. Slaapvertrekken en een chestroom. En dan wil ik mijn kantoortje slash slaapkamer daarboven even regelen. En ik denk dat dat alles wel is. Maar voor ik dat ga doen, moet ik alle materialen nog verzamelen. Ik moet mijn tools nog even repareren. Dus wat ik sowieso even wil doen, is hier een diamond pakken. Ja, hier. 2. En dan gaan we heel even naar de automatische skeleton farm van Robin. En dan gaan we daar even XP farmen. Oh my days, jongens. Hier ben ik eigenlijk al lang niet geweest. Robin is er op het moment niet, maar hij heeft wel allemaal dingetjes gebouwd al. Een hele waterval daar. Is daar achter lijkt... Oeh, daar wil ik eigenlijk wel even kijken. 2 seconden, jongens. Ik wil even kijken wat hier achter de waterval zit. Dit heb ik allemaal nog niet gezien. Misschien zit er wel een leuke piratenschat die ik hier kan stelen. Dit is helemaal leeg. Oké. Goud! Sorry, Robin. Goud is voor mij. Alleen ik mag goud hebben. Oh. Oh, kijk nou. Ik krijg nou wat een geheime ruimte. Hier, ik ga het goud vervangen voor steen. Nog meer goud. Zo, dankjewel voor het goud, Robin. Dan moest ik, als het goed is, daar naar boven. Terwijl hier heeft hij ook al een huis gebouwd. Ja, die Robin, die Shike zit niet stil, jongens. Die heeft ook allemaal snode plannetjes. Ik moet wel opschieten, want het begint donker te worden. Ik heb geen zin om aangevallen te worden. Dus we lopen langs de watertoren hier. En dan, als het goed is, is dat de skeleton farm. Dus laten we even XP terugkrijgen. Goed, jongens, dat is wel weer even genoeg XP. Ik heb 22 XP en dan denk je, Max, je stond er veel langer. Waarom heb je maar 22? Dat omdat mijn ex ook helemaal gerepareerd is. En daar staat natuurlijk mending op. Ik schrok wel eventjes, want er blijkt dat ik helemaal geen mending op mijn pickaxe heb. En mijn shovel is al helemaal niet geen chant. Dus het is tijd om naar de wijze L te gaan. Oké, jongens, ik heb een klein boodschappenlijstje in mijn hoofd dat ik allemaal moet halen. Ik moet hebben een unbreaking boekje. 2 keer mending. 1 keer efficiëntie. En in principe zou dat genoeg zijn, toch? Ik wil uiteindelijk ook Silk Touch op mijn shovel hebben. Ik ben bang dat ik alleen niet genoeg XP heb, maar dat zou niet uit hoeven te maken. Laten we even kijken. Mending hierop kost al 17 levels. Dat is wel heel veel. En mijn shovel, als ik daar even een breking op zet, oké, dan doen we dat. Mending erop kost ook maar 3. En efficiëntie kost alweer 8. Prima. Heb ik nog 8 levels over. En met die 8 levels kan ik helaas nog net niks. Dus we moeten de boekjes even bewaren. Ik ben helemaal vergeten te betalen bij de WSL. Ik ben gewoon weggelopen. Ik heb gewoon gestolen. Oké, dat gaan we eerst even snel oplossen. Goed, het belangrijkste is in ieder geval gedaan, jongens. Mijn ex is helemaal gerepareerd. Ik had namelijk nieuwe materialen nodig, waaronder heel veel hout. Want ik wil natuurlijk in de ruimte hier beneden moet ik weer nieuwe vloeren aanleggen en nieuwe muren en weet ik wat allemaal. Maar als mijn ex stuk is, dan kunnen we natuurlijk geen hout hakken. En ik ben
oprecht tot de conclusie gekomen dat Penelope vermist is. Harry, heb je erop gegeten? Maar goed, nu is het tijd om hout te hakken. Yeah, boom hakken, altijd leuk. Duurt lang, is heel saai, maar het moet gebeuren. Hout, spruishout vooral, belangrijk. Yeah, hey, wat is dit nou? Dark Oak ineens? Nou weet je, Dark Oak hebben we toch ook nodig? Dark Oak hout, yeah, hakken, leuk, Jotum. Oh, yeah, mangrove hout. Het favoriete hout om te hakken. Totaal niet heel vervelend of zo, hoor. Nee, echt niet. Echt heel leuk dit. Yeah, ook hout, dat hebben we ook nodig. Simpele, kleine boompjes, maar toch nodig. Yeah, boom hakken, leuk, Minecraft. Goed, jongens, we zijn terug. Ik heb best wel wat hout kunnen verzamelen. Ik heb het hier allemaal in een kistje kunnen stoppen. Behoorlijk wat dark oak logs. Heel veel spruishout. Best wel wat mangrove. En eigenlijk helemaal niet heel veel oak. Maar het is ook omdat ik dat denk ik niet heel veel nodig heb. Misschien een paar trapdoors hier en daar. Goed, laten wij dan maar gelijk beginnen met het bouwen van het interieur. Of eigenlijk het inrichten van mijn boot. Hier komt denk ik mijn slaapkamer. Misschien met een bureautje en wat andere details. Dan denk ik dat ik dit weghaal. En misschien hier de doorgang van maak. Met een soort trap of ladder naar beneden. En dan kijken we even wat we hier doen. Ik wil ruimte hebben voor alle piraten, voor alle matrozen, om natuurlijk ergens te slapen. En ik wil ergens een chest room hebben. En ik moet even kijken of het allemaal gaat passen. Komt vast wel helemaal goed, jongens. Laten we in ieder geval beginnen met het inrichten van deze mooie boot. Naar een prachtige timelapse. En ik zeg het altijd, maar wederom ben ik zo ontzettend blij met het resultaat. Ik heb letterlijk het hele schip afgebouwd. Hij is gewoon helemaal, helemaal af. Het enige wat ik nog even wil hebben is een paar extra bellen. Want ik wil in het kraaiennest boven wil ik nog een bel hebben. En ik wil het liefst hier nog een bel hangen. Maar daar heb je villagers voor nodig. En ik heb extreem verdrietig nieuws. En ik bedoel niet een beetje verdrietig nieuws. Extreem verdrietig nieuws. Terwijl ik aan het bouwen was, miste ik eens een hele grote, goede vriend van mij. Dus ik liep de kapiteinshut in en Harry is weg. Jongens, het begint er zelfs spontaan zielig en verdrietig van te regenen. Harry, de piraat, is verdwenen. Ik denk dat ik Penelope en Harry te vroeg op het piratenschip heb gestopt. En dat ze overboord zijn gevallen of weet ik voor wat. Ze zijn verdwenen. Ze zijn volgens mij niet eens dood. Ik denk dat ze gewoon weg zijn gelopen. Dus misschien dat ze ooit met een beetje geluk nog terugkomen. Maar ze zijn gewoon weggelopen. Waar zijn ze? Penelope! Harry! Ze zijn weg! Het is echt extreem verdrietig dit. Vooral Harry. Penelope boeide me niet zoveel, maar Harry, kom op. Ik had zo verleden met Harry. In 8 afleveringen. Oké, maar ik ga jullie laten zien wat ik gedaan heb. Ik heb hier op het dek niet heel veel veranderd. Ik heb wel alle kisten gelijk even verplaatst naar de chestroom en zo. Ik heb hier een nieuwe kooi gemaakt. Eigenlijk wilde ik Harry daarin stoppen. Zo waarschijnlijk door Harry zag dat ik die kooi aan het maken was. Die is snel overboord gesprongen en weggerend of weggezwommen. Dan heb ik hier de kapiteinshut. Dat zagen jullie net al een beetje. En in de timelapse natuurlijk heb ik hier de hele kapiteinshut gemaakt. Ik heb hier een bureau waar ik een schatkaart wil plaatsen. Hé, hey, wacht eens even. Ik heb een schatkaart. Kijk jongens, ik heb natuurlijk gewoon deze schatkaart hier. Oké. Plaatsen we de schatkaart gelijk hier. Hoppakee, dan hebben we een schatkaart, jongens. Dat is wel echt heel top. Maar verder een beetje leuk ingericht. Niet al te bijzonder. Ik heb hier lekker mijn bedje ook neergezet. Dan komen we bij het leuke gedeelte. En dat is als we of hier naar beneden gaan. Of je gaat hier door deze luiken naar beneden. Maar laten we nu maar even hier naar beneden gaan. Hallo, blauwe vogel. Kijk, als je hier naar beneden gaat, kom je in de slaapvertrekken van alle matrozen die op dit piratenschip gaan leven. Was ook gepland voor Harry en Penelope, maar die zijn weg! Dus binnenkort komen de nieuwe villagers, jongens. Die moet ik dan maar even hier gaan plaatsen. Maar de slaapvertrekken, ze hebben hier opslag voor de villagers. Dan hebben we hier genoeg bedden waar ze allemaal kunnen slapen. Een gezellige
Ja, ik vind het best wel een gezellige ruimte, vind ik het. Ondanks de dodelijke kanonnen die overal staan. Hey, wat nodig is, zou worden aangevallen, dan wil ik dat alle villagers hier bij de kanonnen gaan staan. En gaan vuren, vooral op cowboys. Ze moeten cowboys neerschieten. Het is geen bedreiging naar meneer KB. Of misschien toch wel. Hier nog meer slaapvertrekken en nog meer opslagruimte. En weet ik wat, kijk, hier heb je die trap naar boven. Dan kom je ook weer op het dek uit. Het is in principe sneller als je gewoon door deze luiken gaat. Dan hoef je niet door die deur daar helemaal. Maar het is maar net hoe je naar boven of naar beneden wilt, weet je. En dan denk je, geweldig dit, althans dat vind ik. Ik vind echt een geweldige ruimte hier beneden. Maar als we een beetje doorlopen, kom je hier bij de Brig, heet dat. Dat is de soort van, piratennaam voor een gevangenis. Heet een beetje de Brig. Dat is in ieder geval dit. Hier is waar ook Harry eigenlijk wilde zitten, weet je. Maakt niet uit waar Harry heen gaat, hij zal altijd in de gevangenis terechtkomen. Maar die is nu helemaal leeg. Er zit geen slechte piraat of een, weet ik veel wat, een verrader of een, iemand die muiterij wilde plegen. Die stop je gewoon hierin. Maar als we dan naar beneden gaan, hier kom je in mijn overdreven grote chestroom. Ik dacht, normaal maak ik helemaal nooit grote chestrooms en zo. Maar dit seizoen, seizoen 3, wil ik een veel te grote chestroom hebben. Met veel te veel kisten. Kisten die nooit... Oh, dit is wel wat. Kisten die nooit gebruikt gaan worden waarschijnlijk. Maar het is heel handig om te hebben. Jongens, ik ben extreem tevreden. Echt extreem tevreden met het interieur van mijn schip. Ik had niet gedacht dat ik het zo leuk zou maken. En dat... Max, je bent veel te vol van jezelf. Hoe noem je dat... Heet dat te vol van jezelf? Ik kom gewoon niet op de goede uitspraak. Maakt niet uit. Weet je, ik ben gewoon blij, jongens. Laat me gewoon even blij zijn met mijn interieur. Interieur is al iets wat ik altijd al moeilijker heb gevonden dan gewoon het exterieur. Gewoon de buitenkant van een gebouw of van een boot of weet ik wat. Maar dit interieur ben ik echt tevreden over. En ik heb een klein handig dingetje gedaan. De chestroom is natuurlijk helemaal beneden. En dan denk je, Max, dat is toch vet onhandig. Moet je altijd je boot opklimmen, helemaal naar beneden lopen. Maar wat ik nou gedaan heb, jongens, is hier twee handige deurtjes geplaatst. En dan kan je gewoon zo het water in en uit. Stel je wil nou even alleen het schip in om de chestroom om iets uit je kisten te pakken. Kan je hier gewoon naar binnen zwemmen zo. Hoppakee, deurtje dicht en dan ben je gelijk in de chestroom. Hetzelfde voor de andere kant. Dat is toch handig. Ik vind het zo extreem handig. En het valt ook niet echt op ofzo. Als ik hier sta valt het nou niet op dat daar echt een doorgang zit. Dus dat is gewoon een lekkere, snelle, simpele doorgang. Zijn er nog twee dingetjes die ik moet doen voor het schip om voordat het af is. Dat is de ladder naar beneden afmaken. En ik heb aan jullie gevraagd waar ik het anker moet plaatsen. En jullie zeiden bijna iedereen zei... Max maakt het aan de rechtervoorkant zo het water in. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Niet nu, maar het gaat wel gebeuren. Goed, jongens... Dan het enige wat nog aan het interieur mist... Oh, er mist nog iets trouwens, sorry. Het enige wat nog aan het interieur mist zijn kaarsen. Ik kan natuurlijk wel overal lanterns plaatsen... maar juist het gebruik van kaarsen in Minecraft vind ik heel mooi. Wat hoor ik? Oh, god. Oh, god. Een trident, jongens. Ga ik dood, denk ik? Nee, dat overleef ik vast wel. Ik ga hem gewoon aanvallen. Misschien overleef ik wel. Ik heb het niet overleefd. Helaas. Ah, joh, gelukkig was het hier beneden. Ik kan zo het water weer inspringen. Waar was het? Volgens mij hier beneden. Mijn spullen, daar gaan ze. Spulletjes, ik kom jullie ophalen. Gelukkig had ik niet zoveel bij me. Waar is dat beest? Is hij gedespawned? Gadverdamme. Maar goed, terug op het verhaal. Ik wil heel graag kaarsen maken. En ik had het er met meneer KB over. En die wil ook heel graag kaarsen hebben. Dus wat heeft Max nou gedaan? Die heeft hier in de berg een kleine honingfarm gemaakt met allemaal bijtjes. Dus deze kist zit inmiddels al behoorlijk vol met honeycombs. Want die heb je natuurlijk nodig. Hier, kijk, een klein, best wel klein simpel dingetje. Tutorial van YouTube opgevolgd. Ik heb geen idee hoe ik dit moest maken. Maar het werkt heel simpel. Maar wat je nodig hebt voor kaarsen is honing, honeycombs en strings. Nou, honing heb ik dus nu inmiddels wel. Dat komt wel helemaal goed. Maar strings, dat heb ik niet. Maar wat ik van meneer KB hoorde... is dat Floor spinnenspanners heeft gevonden. Dus laten we nu even naar Floor gaan. Oké, jongens, we zijn al een tijdje aan het varen. Niet heel lang, want het continent van Condotveen is natuurlijk niet extreem groot. Maar volgens mij moet hier ergens boven de basis van René en Floor zijn. Volgens mij hier om het hoekje. Ik weet bijna wel zeker dat het hier om het hoekje is. Ah, kijk jongens. Daar is het. Oh my days, wat zijn zij aan het bouwen. Wow. Dit is echt heel gaaf, vind ik dit. Wow. Het is nog niet af zo te zien. Dus aan de stijgers te zien daar. Maar het ziet er wel heel cool uit. Ook die dingetjes hier. Die landjes met die bomen erop en zo. Ja, laten we naar boven zwemmen. Oeh, pas op. Hallo? Is er iemand? Dit is ook echt gewoon alleen de voorkant van het huis. Hallo? Oh mijn god, wat hebben zij veel dieren. Ze hebben echt alle dieren die er maar bestaan in Minecraft volgens mij. Nou trouwens, het valt wel mee. Ik dacht dat het er meer waren. Oh, zij hebben potten met... Oh, dat wil ik ook. Ze hebben potten met tekeningen erop. Dat is echt geweldig. Ah, hey. Ik zeg me helemaal kapot. Hallo? Hey, ja. Ja, nu hoor ik je. Zo.
Hallo. Oh. Ik schrok van je. Dat je me ineens sloeg. Ik schrok echt van je. Ja, ten eerste. Een beetje van een kikkertje kijken. Dit is de eerste keer dat ik jullie basis zie. Ja, ik vind echt vanuit het water kijken. Ja, ik kwam aanvaren. Ik kwam echt van de perfecte hoek kwam ik aanvaren. Ik kwam de berg om daar. En ik had de perfecte hoek om ernaar te kijken. Het was echt heel cool. Ik ben echt benieuwd naar het eindresultaat. Ja. Vooral die dingetjes vind ik ook leuk. Het is zo groot, maar... Daarom ben ik ook zo benieuwd. Ja. Ik ben echt... Ik vind die dingetjes zo cool daar. Die, zeg maar, die eilandjes met die bomen erop en zo. Maar dat is echt, er komt nog echt veel mooi. Meer. We willen ook draakhoofd en zo. En één grote ingang. Dat is echt... Ik ben echt hyped voor deze plek. Ja. Ik was eigenlijk helemaal eerlijk gezegd niet zo mee bezig met hier. Ik ben nog echt... Het is de tweede keer of zo dit seizoen dat ik hier ben. Ja. Maar het is zo... te groot eigenlijk, dat je geen zin hebt om eraan te beginnen. Ja, maar als je helemaal bezig bent, is het wel leuk. Ja. Als je helemaal bezig bent, dan gaat dat wel. Hey, maar ik kom hier met een business deal. Ik ben benieuwd. Voor jou. Ik ik wil heel graag kaarsen. Ik heb mijn boot afgemaakt, maar ik wil... Die dieren zijn luid, we gaan even hier staan. Hoe heet het? Mijn boot is af, van binnen ook. Alleen, het enige wat nog mis zijn kaarsen. Dus ik dacht, ik wil met jou even een deal te sluiten. Ik heb nu mijn bijenfarm gemaakt, dus ik heb heel veel honing. Heel veel van die honeycombs, weet je. Ja. Maar om kaarsen te maken heb je ook strings nodig. Dat dus ik dacht, wat nou als wij samen een winkeltje maken in de winkelvallei. En dat we dan een soort grote kaars maken als winkel of zo, weet je. En dan verkopen we daar losse honing. Ook honing in bekertjes, weet je. En verkopen we ook gewoon kaarsen. Ja, dat is wel een leuk idee. Dat is wel leuk. Dat is nou wel laatst bij Joris. En die heeft de hele bijenvorm. Dus we moeten wel snel zijn. Als we snel zijn, dan kunnen we zeg maar gewoon... Want ik weet dat meneer KB, die wil ook heel graag kaarsjes. En als er eenmaal kaarsjes in de dingen zijn, gaan mensen dat vast verkopen, weet je? Ja, dat is wel goed. Dat is wel goed, hè? Gewoon kaarsen verkopen en misschien dingen die bij kaarsen passen. Ik weet het niet. Gewoon kijk wel, weet je, wat erbij past. Maar als jij dan, zeg maar, de strings regelt... Want ik hoorde dat jij hebt spiderfarm, spiderspanners. Ja, wacht, kom kijken. Wij hebben er dus al één. Ja. Heb je al veel strings ook? Up, down. Waarom in het Engels? Ah. Zo. Is naar beneden. Ja, dan komen we bij. Oh, ja, dit is top. Waar zijn de strings? En die heb ik dus allemaal gestreed met de filletje. Dat is niet nog goed. Je hebt ze zo. Maar, ik heb een kleine bijenfarm. Die wil ik uiteindelijk gaan uitbreiden naar een grote bijenfarm. Dus als jij, zeg maar, jouw gedeelte met de strings regelt... regel ik mijn gedeelte met de honing, de honeycombs. En dan maken we samen een winkeltje. Maken we samen een design voor een winkeltje. Die gaan we dan in de winkelvallei plaatsen en dan worden we rijk. Althans, ik denk niet dat heel veel mensen het kopen, maar ik wil vooral gewoon zelf kaarsen hebben. En ik weet dat meneer KB het ook wil, dus die gaat het ook kopen. Ja, goeie. Ja, hè? Dat is een goeie. Oké, dan mag ik dan nu wel wat strings hebben. Ik wil eigenlijk wel natuurlijk mijn kaarsen maken, die ik in mijn boot wil plaatsen. En ik heb al 6 stek honing, blok of honeycom in... Ik gok 2 uurtjes tijd was dat, misschien 3. Dus hij is nog wel klein, maar als ik hem uitbreid, dan gaat het wel lekker snel. Ja, pak maar wat je pakt wil. Pak niet uit als je alles pakt. Ik pak alles, zo. Top, dankjewel. Oké, als jij dan eerst even jouw gedeelte regelt, dan wil ik echt deze week kunnen we gewoon kijken voor een leuk winkeltje in de winkelvallei. Ja. Even een leuk plekje hier regelen en zo. Ja, dat moet wel gaan. Ja, goed idee. Ja, dat vind ik leuk. Ja, dan gaan we samen even een winkeltje starten. Oké, ja, meer kan ik eigenlijk nu niet doen. Ik wilde gelijk even kijken bij jullie baas, want dat had ik nog niet gedaan. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk als we gewoon dit doen. En dat is leuk. Dus dat is mooi. Oké, nou dankjewel. Heb je een sniffer gekocht? Ja, ik heb een sniffer. Alleen, ik weet nog niet waar ik hem wil plaatsen. Maar ik heb er een gekocht. Ik denk dat ik er eentje in een kooi ga plaatsen. Dat is een kameel. Jij hebt die kameel, die kan helemaal niet verhongeren trouwens. Die is dood. Hoe kan die dood zijn gegaan? Als je geen 2 weken geen eten geeft, gaat een beest dood. Heb je hem niet gewoon teruggestolen en doe je alsof hij dood is? Ik heb hem echt dood in zijn kooi zien liggen. Nee, dat kan helemaal niet. Hoe kan dat nou? Er was vuur, waar komt er dan vuur vandaan? Poepte die vuur of zo? Dat of is hij ontploft? Dat zullen we nooit weten. Er was vuur, ik snap het echt niet hoe het is ontstaan allemaal. Hij is dood. Beetje hij jammer. Is dood. Maar ja, dat... kunnen we ze breeden. Ja, gelukkig wel, maar ik vind het wel zielig. Het was helemaal niet mijn intentie dat hij dood zou gaan. Ja, dan moet je maar niet op vakantie gaan. Ja, dan. Nou, ik ga er vandoor. Ik ga je vast wel een keer een nieuwe kameel stelen. Nou, vind ik een beetje jammer dit. Nou, ik zie jou snel. Oké? Okay? Met een goede winkel. Ja. Denk maar vast over iets na, over een design. Ja, ik heb al een ideetje. Nou, ik zie je snel. Joejoe. Goed, jongens. Laten wij eventjes wat kaarsen maken. Want volgens mij maak je die... Hoe maak je die? Zo, kijk, zo maak je kaarsen. Hoppakee. Dan maken we er gewoon lekker veel. Zo, dat alle strings gelijk op zijn.
maken we even een flint en steel. En dan, jongens, kijk, deze lanterns hier wil ik weg hebben. Hier wil ik gewoon kaarsen hebben. Het is zo'n andere sfeer om kaarsen te hebben in plaats van lanterns op sommige plekjes, jongens. Sowieso een klein tipje van mij, althans een tipje. Mijn mening altijd, ik vind dat lanterns moeten altijd hangen. En die mogen bijna nooit ergens op staan. Als je ergens iets wil laten staan, doe dan gewoon lekker kaarsen. Ziet er veel leuker uit. Hier ook wat kaarsen toevoegen. Dan hier mooi een paar. Hier twee misschien maar. Sommige zijn ook voor de sieren en voegen niet eens echt licht toe of zo, jongens. Hierboven een paar. En hier twee. Zo. Oeh, wacht. Ik wil er ook nog een paar boven hebben. En in de kapiteinshut ook. Kijk, hier wil ik er twee hebben. En dan hier ook nog eentje. Zo. Oké, jongens. Dan wil ik deze 27 zelf houden. Maar omdat meneer KB zei dat hij er ook een paar nodig had. En hij had mij laatst een bel gegeven en zo. Ga ik daar nu even met Benny de beruchte paard... De baas? Wat was het? Piratenbaas? Gaan we er even heen. En dan geven we hem gewoon even een stack kaars. Ik denk dat hij daar wel blij mee is. Hé, hey, het dorpje is groter geworden hier. Hallo? KB? Oh, daar ben je, joh! Ik... Hey, KB, daar ben je. Ik kon je al niet vinden. Hallo. Hallo. Hey. Girl, hallo. Hi, ahoy. Ik kom hier met Benny, de beruchte piratenbaas. En ik, ja. ik heb iets voor jou. Baas Benny. Oeh. Ja, dit is baas Benny. Hey, ik zie dat je een nieuw huisje hebt. Een store. Ja, kan ik er iets kopen? Ik vind... Kan ik er iets kopen? Nee, er is niet alleen voor cowboys eigenlijk. Oh, ja, oké. Nee, maar ik vind hem prachtig. Ik vind hem heel leuk. Ik denk zelfs je leukste tot nu toe. Ja, ik moet zeggen, ik kom er langzaam een beetje in. Ja, het is een hele nieuwe stijl natuurlijk. Het is geen makkelijk steltje. Nee, het is natuurlijk heel erg gebaseerd op het echte leven. Iets zoals dit, weet je? Je hebt alleen maar hout. Je kan eigenlijk alleen maar hout gebruiken. Ja, dat is ook moeilijk. Dat is best moeilijk. Maar, ondanks dat het moeilijk is, maak je er wel wat moois van. Ik vind het heel leuk. Bedankt. Ik heb zelfs dus hier gekke bloemen in de winkel. Die heb ik zeker van Floor gekregen. Ik dacht een beetje experimenteel, maar daar hou ik wel van. Ja, dat is leuk. Dat is mooi. Best zo, toch? Ja, het ziet er leuk uit. En hier is... Oh, maar deze heb je meloenen en pompoenen en zo. Hey, maar ik zie dat je dit wel mooi kan vervangen, denk ik. Of niet? Zo'n lententje. Wat ik ga je me vertellen? Het is nog niet heel veel, maar ik ga binnenkort met Floor een winkel openen. Ja? Ergens deze week. Ja? En dan gaan we dit verkopen. Ja? En ik geef je vast een stack. Dat is geweldig. Meer heb ik nog niet. Ik heb nog niet meer, helaas. 64? Ja, het zijn er wel 64. Dat is echt perfect, alleen. Dankjewel. Ja, ik heb nog niet meer. Want ik heb zelf ook een stack gebruikt. Nou, trouwens. Ja, voor nu is het prima. Ik heb toch een farm. Dus je mag deze ook hebben. Krijg je nog meer? Ja, 27 erbij. Oh, dat is echt geweldig. Ja, jij hebt mij laatst een bel gegeven. En je kan je pickaxe laten verbrengen buiten de dingen om. Dus ik dacht, weet je, dan krijg je gewoon wat kaars vast. Ah, daar ben ik echt heel erg blij mee. Dus precies en wat nog ontbrak hier. Een flintenstiel. Oh. Om ze gelijk aan te steken. Dat is ook fijn. Je krijgt een heel pakket gelijk. Hoppakee, om het te vieren. Wat een feest. Dit is echt geweldig, dankjewel. Ja, dat is gelijk promotie ook. Floor en ik openen een honingwinkel. Dan gaan we honing, kaarsen... Eigenlijk honing en kaarsen verkopen. Ja. Misschien nog andere dingen. Oh, dat moeten we nog even zien. Ik heb dat echt nodig, dat is echt perfect. Ja, toch? Stop. Ik word vaste klant. Je wordt vast kwam. Je bent eigenlijk ook de hoofdreden dat ik een winkel ging starten. Want ik twijfel of... Ja, ik denk als het er eenmaal is dat mensen het wel kopen. Hoe zet ik ze uit eigenlijk? Niet. Als ze eenmaal... Oh, gewoon klikken. Huh? Ja, gewoon... Oh, met je gewoon... Zo. Oh, jemig. Wow, okay, heel hard blazen. Dan weet ik dat ook weer. Ja. Gewoon blazen. Dat is... dat werkt altijd. Ja, ik laat het wel even staan hier. Ja, ik ben ook gewoon rijk hier met die emeralds en zo. Dan heb je dan de villages natuurlijk. Ja, het leuke is, dit is allemaal ook bewoond, toch? Elk huis hier. Ja, het is wel... Zo, ze zijn hard aan het werk te zien. Het is wel een beetje... Ik heb ze een klein beetje opgesloten eigenlijk. Ja, maar zolang ze hun werk doen, is het prima, toch? Ja, ik denk dat het ook maar beter is, want ik heb mijn villages rond laten lopen. En Penelope en Harry zijn verdwenen. Ja. Die zijn ontsnapt. Dus dat is wel erg sneu. Misschien dat ik ze ooit nog terugvind. Heb je wel goed voor ze gezorgd? Nee, ik heb Harry meerdere keren in een kooi gestopt. Misschien is dat de reden. Ja, dat dacht ik ook. Alleen Penelope snap ik dan niet. Is hij van je boot gesprongen? Hij denkt, ik moet weg hier. Ja, hij zag dat ik een nieuwe kooi aan het bouwen was. Dus ik denk dat hij hier binnenkort aanmeert. Komt hij hier om... Nou, dan zit hij in een kooi vast hier ook. Even goed. Of in een hok. Hij heeft een kooi meer ruimte dan in zo'n hok, hoor. Oh. Oei, oei, oei. Maar Harry de Piraat is dus weg. Ja, maar ik ga op zoek naar hem. Ik ga binnenkort een missie starten. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik keek jouw video's eigenlijk vooral vanwege Harry de Piraat. Ik ga Harry nu terugzoeken. Oei, oei, oei. Dat is wel echt heel erg. Mijn content. Heel slecht nieuws. Mijn gouden, mijn juweel, mijn parel, hij is verdwenen. Mijn kijkcijferkanon. Dat was precies
precies wat hij was. Oh, ik hoop echt dat je hem terugvindt. Harry, het kijkcijfer kanon. Ja. Ik ga hem terugvinden. Ik ga echt op zoek gewoon. Nou, heel erg bedankt voor dit cadeau. Ik vind het echt geweldig. Ja, geen probleem. Helemaal top. Geniet ervan. Steek veel kaarsjes aan. Binnenkort meer in de winkel. En doei. Doei. Nou jongens, laten we maar op zoek gaan naar Harry. Ik ben aan het rondlopen en ik dacht, ik ga gewoon door. En op een gegeven moment was ik hersenloos aan het lopen. Ik sorry dat ik zo enthousiast ben, maar kijk wie daar is. Harry. Het is, jongens, het is hem serieus. Oh mijn god. Harry de Piraat, wat doe je hier? Kijk maar, dezelfde trade Fortune 3 voor 17. Ja. Het is niet te geloven. We hebben hem. Ik heb hem gevonden. Oh mijn god, Harry. Maar waarom ben je hier? Jongens, kijk hoe ver die is. Het is echt letterlijk, ik was aan het rondlopen en aan het ronddwalen. En ik vind hem gewoon hier. Wacht, ik ga een bootje regelen. Harry, ik ga een bootje regelen. Het is niet te geloven dat hij hier is. Dat betekent dat Penelope ook nog ergens is, jongens. Penelope, oeh, Harry. Hoe ben je daar terechtgekomen? Daar is de boot. Ik had je daar achtergelaten. Je hebt het in je eentje. Ben je helemaal hierheen gelopen? Jongens, ik ben echt nog nooit zo enthousiast geweest over Minecraft. Echt waar, dat dit is gebeurd. Ik ben echt heel blij dat je me hebt gevonden, zeg KB. Ik heb hem gewoon gevonden. Het is niet te geloven. Wat? Ik kan het zelf gewoon bijna niet geloven. Het is gewoon... Ik was op een gegeven moment zo sad erover. Ik denk van ja, dan is hij gewoon echt weg. Maar kijk, het stond wat te filmen. Maar dat was mijn eerste villager, weet je. Het was zo leuk geweest dat hij gewoon langer had gebleven. En hij is er nu ook gewoon langer. Ik ga snel een boot halen. En dan gaan we Harry daar beneden neerzetten. En dan komt hij er niet meer uit. Oh my days. Dat we hem hebben gevonden vind ik zo leuk. Ik vind het zo leuk. Ik was gewoon letterlijk een beetje aan het rondlopen. Een paar shots aan het maken. Ik denk, ik moet een zielige edit maken. Dat we Harry kwijt zijn. Dat we maar aan het zoeken zijn en zo. En vervolgens vind ik hem. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Oké, maar Penelope is dus ook nog ergens, jongens. Dat is de andere villager. Die maakt me iets minder uit dan Harry. Maar ik ga Harry echt in de kooi stoppen en dan gaat hij niet uit. Gewoon. Harry gaat wel even in de brick. Ga je hier door, hoor. Waar ben je? Daar. Oké. Harry, ik ga je wel even vastzetten. Als je het niet erg vindt. Niet, als, pas op dat je niet doodvalt. Oké, wacht. Zo, in de boot. Ga alsjeblieft in de boot. In de boot. In de boot. Nee, de boot in. Ga niet erop, erin. Waarom ga je niet in de boot? Oh mijn god, pas op dat je niet valt. Waarom gaat hij niet in de boot, jongens? Kom op, Harry. Ga even in de boot. Wil je niet terug naar huis? Ja, hij zit in de boot. Oké, dan gaan we, Harry. We hebben Harry teruggevonden. Oh, ik ben zo gelukkig, jongens. Ik ben zo gelukkig. De man is gewoon op eigen avontuur gegaan. Maar niet voor lang. Oké, Harry, het enige is, ik heb geen route naar boven. Dus wat we gaan doen is... Ik zet je heel eventjes niet hier. Maar dan ben ik bang dat we er zeg maar, van die zombies op afkomen. Van die drowned. Zet je even hier en dan ga ik snel wat bouwen, oké? Kijk, die beesten, die bedoel ik. Die komen op Harry af en die gaan Harry doodmaken. Ik had zelfs een spyglass gemaakt. Allemaal voor Harry. Oké, kapitein Snavel. Jij welkomt er weer, oké? Verwelkomd bedoel ik. Oké, Harry. Ik zie nu dat ik het alleen niet heel slim heb gedaan met het start hier. Dus dat gaan we even aanpassen. Als ik dit sloop, spring je gelijk in de minecart, oké? Kom, erin, 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 erin. Erin, erin. Harry. Ik heb nooit zo'n vervelende villager meegemaakt. Hier, erin. Ja, goed zo. Goed zo. Nou, veel plezier, Harry. Ik loop achter je aan. Ik doe je plekjes waar het nodig is. Hoppa, daar is hij, jongens. Daar is hij weer. En nu blijf je hier. Oké, Harry, ondanks dat ik blij ben dat je er weer bent, ga ik je wel een straf geven. Dus ik ga nog één keer even een trap maken naar iets. Oké. Dan ga ik je een setje geven. Zo.
Daar gaat Harry. Hoppakee. Zo. Kan je hier doorheen? Ja, hier kan Harry doorheen. Wacht even. Zo, Harry. Hoppakee. Dat krijg je ervan als je wegloopt. Onthoud goed, Harry. Wij werken hier met een code. Wij verlaten elkaar niet. Eens een piraat, altijd een piraat, oké? Hier, als straf mag je weer in de kooi. Laten we hem even een weekje zitten of zo en halen we hem wel weer uit, jongens. Ik ben in ieder geval blij dat hij terug is. Hallo? Hallo? Wat ben je aan het doen? Ja, dit is niet normaal, hoor. Ik ging lekker vissen. Ik had een drukke dag achter de rug. Ik denk, ik ga lekker vissen. Ja. En toen kreeg ik deze schoenen. En nu kan ik... Oh. Oh, open ze op. Gaat niet helemaal vlekkeloos. Maar nu kan ik dus gewoon naar je toe lopen. Oh, dat is handig. Dus, ja, maar gaat het niet stuk op een gegeven moment? Want jouw deur zit nu ergens hier. Oh, jij komt nu niet meer met deur in. Ja, ik moet nog een ladder afmaken. Wacht, als je chef uit hebt, kan je naar boven. Dan kan je even naar Harry kijken. Ja, ja, het werkt. Ja, ik kom eraan. Ik ben verdwaald. Gewoon omhoog lopen, dan kom je er vanzelf. Hier heb je ladders. Ja, ik zit dus even... Ik zat heel lekker te vissen, joh. Ja. Ik heb een nieuwe hobby. Vissen. Als cowboy. Ja, je mag je wel vaak komen vissen als je wil. Gewoon op de boot. Gezellig. Nou, ik zat net daar, op je pier. Oh. Ja, maar dat is net te hoog, eigenlijk. Ah, ja, dan dat zal was een boot extra uitdaging. En die vissen gingen ook alle kanten op. Ja, dan moet je op het strandje. Ja, dat is beter, vissen. Ja. Maar kijk, daar is hij. Dat is niet te geloven. Hij is terug. Ik dacht, ik was een zielige, ik was allemaal, dus zeg maar, met mooie shots, een beetje een zielige edit aan het maken en zo. Ja. En ik loop rond daar op het eiland en ik loop daarheen en hij zit ergens daar bij die berg, zat hij gewoon. Wow, het was ja, echt, ik had zelfs een spyglass gemaakt om te zoeken. De ster van de show, oh. Ja. Oh. Oh, oh wat. Ja, dan ga ik weer naar huis toe. Hoezo? Ik ben wel blij, nou, ik had dus eigenlijk een cadeau voor je en ik had, nou, ik wilde eigenlijk met je ruilen. Oh. Maar mijn is wel extra gaaf, dus misschien werkt het alsnog wel. Ja, ik ben hier en zo, om mijn nieuwe schoenen... Ik heb mij naar beneden gegooid. Okay, ook goed. Hij is overboord gegooid. Mijn schoenen zijn dus echt heel erg cool. Want ja. Kijk, ze hebben ook een gekke trim. Zie je dat? Oh, ik zie het. Het is Jane gewoon... Newell met trim. Oh. Ik heb ze gewoon opgevist. Die lagen. Hier. Nee, thuis. Thuis. Ik ging dat zeggen, anders is het eigenlijk officieel voor mij. Dat weet je. Ik heb een echte cowboy hengel. Oeh, ziet er wel heel... Wild West uit. Ja, 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 dat is een goede hengel. En, en ik denk, wat krijg ik nou toch? En ik heb ook deze gekregen. Dus... Wow, dat is mooi voor details. Ja, ja. Dus ik, maar... ik ga vaker vissen. Maar, de grote vraag. Ik heb mijn vergrootglas nu overboord gegooid. Zonder reden of... Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Oh, okay. Ik heb dus een hele speciale bij me. Oeh, voor jou. Ja. Maar... Die komt niet zomaar. Ik heb twee dingen van je nodig. Eentje is denk ik geen probleem. En de andere misschien wel. Dat is al een beetje afhankelijk van jouw gemoedstoestand. Oké. Okay. Zullen we eerst het makkelijke doen? Ja, wacht. Kom even gezellig in mijn kapiteinshut. Ja, laten we dat doen. Gezellig. Ga je natuurlijk daar aan het hoofd zitten? Ja, en dan mag jij staan. Precies. Kan je naar de schatkaart kijken? Oh. En dan moet ik hier. Ja, ja hallo. Ja. Oké. Okay. Ik heb de gaafste beeld van het hele seizoen. Oké. Alleen daar heb ik één ding voor nodig. Ja. En die heb jij wel en ik niet. Ik ben heel benieuwd. Nu. Je bent nu heel benieuwd. Ja, ik ben heel... Wat heb ik dat jij niet hebt? Ik heb één kokosnoot nodig. Oh, eentje. Weet je? Ik heb volgens mij... Mag ik er weer op staan? Ja, ja, dat mag. Kom maar. Okay. Ja, jij bent ineens de baas, dus dan moet ik ineens... Okay, ja. Kijk, dat mag. Maar dan ga ik er wel een uitdaging voor maken. Dan moet je hem wel uit de hoogste boom plukken. Ja. Eerst vraag je me om te zwemmen, terwijl ik een cowboy ben. En nu moet ik ineens in een boom klimmen. Ja, ik heb ook daar die kleine boompjes, maar je mag uit de hoogste boom mag ik een eentje plukken. Oké, dat ga ik even doen. Ja. Dan kom ik zo bij je terug. Oké. En misschien kan jij in de tussentijd je dansschoenen even aantrekken. Verder zeg ik niks, tot zo. Dit gaat werken! Met dansschoenen heb ik wel schoenen. Laten we even kijken. Ik heb... Ja, zeker. Oh, golden boots. Enchanted ook echt. Die gaan we aan doen. Dat zijn mijn dansschoenen. Kijk, ik heb prachtige gouden dansschoenen. Lukt het met de boom? Oh, hij is al klaar, joh. Oh nee, hij gaat het nu pas doen. Kijk, daar gaat hij. Is het gelukt? Wat heb je prachtige schoenen aan? Ja, ik heb mijn dansschoenen aan. Ik zie het. Moet ik naar beneden? Nee, ik kom wel. We doen op de boot. Lijkt me prachtig. Ik ben heel benieuwd wat we gaan doen. Ja, ik kom eraan. Ja. Ik doe nu mijn schoenen weer uit. Hallo. Ik ben boven. Het is heel cool als je daar beneden zit. Ja. Dan hoor je ook zo jou zo hier zo over het dek rennen. Mooi. Oh, je hoort hem heen en weer lopen. Okay. Nou, wat is, waarom heb ik mijn dansschoen aangetrokken? Ja, nou, ik heb dus een heel plan. Voor mijn video. Alleen, dat weet je ook wel. Want ik zat jouw video te kijken en jij zegt... Ja, ik laat eigenlijk nooit zien als ik spullen verzamel, want dat is saai.
Ja. Dat heb ik dus ook. Ja. Maar wat er dan gebeurt, is dat je dus een heel stuk overslaat en de kijker zeg maar niks heeft. Dus ik dacht, wat nou als ik die saaie scène waarin ik dan spullen verzamel leuk maak? Ja. Door ze iets leuks te bieden. Oké. Okay. Snap je waar ik naartoe wil? Ja, ik snap waar je naartoe wil. En dus moeten we even een kort dansje doen. We moeten nu dansen. Ja, wacht. Ik zet de camera ongeveer hier neer. Oké. Okay. Ja. Ja. En dan hatsikadetjes. En dan trek ik ook even mijn schoenen aan. Ik heb geen muziek ook. Dat maakt het nog ongemakkelijker. Ja, we gaan hier een beetje zitten shiften en zo. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Misschien doe ik wel een klein beetje free jazz. Mensen missen soms mijn free jazz. Ik weet niet of je dat weet, maar ik heb wel eens free jazz gedaan in mijn video's. Wat is free jazz? Ja, precies. Dat moet je meemaken. Dat kan ik niet uitleggen. Oké. Ben je er klaar voor? Ik tel af vanaf drie. Het duurt misschien een seconde of vijf. Maar dan hebben ze in ieder geval vijf seconden dan echt een leuke scène. Ja, doen we. Ja, heb jij je camera ook aangezet? Je weet maar nooit, hè? Ja, ik heb hem aangezet. Dat staat ook aan. Oké, toppie. Oké. 3, 2, 1. Shoop tap. Bedankt. Dit was het. Dat was free jazz. Ja, ik heb keihard gefree jazz. Ja, dat is lang geleden wel, maar volgens mij komt het wel goed uit. Maar, ik, weet je, voor mensen die afvragen, waar is dit voor? Ik heb zelf ook geen flauw idee. Ga dan maar lekker naar mijn Nick kanaaltje. Dan wordt het denk ik allemaal duidelijk. Ik heb geen idee wat we hier hebben zitten doen. Ja. Toch is het is gebeurd, je hebt meegedaan, dat is geweldig. Ja. En nu heb ik voor jou dit geweldige ding. Oh mijn god, het is een gluurapparaat. Je ziet, hè, die is extra goed, hè? En je hebt het niet door. Mijn kapitein snavel gluurt naar jou nu. Wow. Ik had dus iemand in de reacties die zei... Ja, je moet kapitein Snavel vangen en in de gevangenis doen. Nee, kapitein Snavel is goed voor de wereld. Hij heeft nooit iets fout gedaan, kijk hem nou. Nee, maar ik vind ook dat één iemand die zeg maar zonder goede reden dieren opsluit op de server is al erg genoeg. Nou, klopt. Maar en niet alleen dieren. en de hoofdrolspeler ook. Ja, met trots zelfs. De ster van de show. Nou, weet je, het is, daar kan hij gewoon niet ontsnappen. Dan voelt het zeg maar veiliger. Ja, maar ik heb wel het idee dat hij me niet meer aan wil kijken nu. Volgens mij het zou zomaar kunnen zijn dat... eindelijk vrij. Het zou zomaar kunnen zijn dat er nu ook mensen komen die zeggen, ga Harry redden. Ja, het is heel simpel. Je hoeft alleen het middelste luikje open te doen en hij valt naar beneden. Dat is fijn dat je dat met me deelt. Zo kan je hem een keertje... En dan leg je precies een bootje neer. En dan vaar je zo, hoppakee, vaar je naar beneden. Ja, heb vast, moet je van Harry af of zo? Nee, maar ik denk, als je toch gaat stelen, weet je, dan kan je het gelijk bij. Ja, dat kan je beter goed doen, ja. En hier heb je de instructies. Nee, prachtig. Nou, ik ben blij met mijn gluurapparaat. Ja. Daar ben ik serieus blij mee. Veel plezier ermee. Heel erg bedankt voor die andere. Maar, voor het dansje. Heel erg bedankt ook voor de kokosnoten. Geen probleem. Ben ik erg blij mee. Ik zie wel waar het allemaal voor nodig is. Ik heb iets van 23 stacks bruine wol nodig. Oh, dat heb ik ook wel voor je. 23 stacks? Nee, maar wel gewoon wat. Nou, als je dat met me wilt delen, dan heel graag. Ja, tuurlijk. Het komt natuurlijk eigenlijk ook een beetje van mijn schapen. Daarom. Het is misschien ook wel eerlijk. Wat ligt hier gewoon een hamer, joh? Nee, dat is een rat. Wacht, ik kom eraan. Ik denk, we hebben ineens de Avengers hier zo. Een hamer? Nee, dat is een rat. Hier, kijk, dat is een staartje. Oh, ik dacht, zeg maar, het is een kleine handvat en een heel... Jij denkt, het lijkt hem ook al op een hamer. Ja, het lijkt wel. Nu ik het zo zie. Hier, kijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Heb je al wat? Ja, mijn inventory is vol, maar ik heb natuurlijk deze. Hey. Dit is echt heel fijn. Dit scheelt tijd. Heb je het nou ook erin gedaan? Ja, maar dat werkt natuurlijk niet. Ja, toppie. Dank je. Echt heel blij mee. Ja, dat zijn jouw schapen. Ik had ze nodig voor mijn schip, maar nu heb ik denk ik niet meer echt bruine wol nodig, dus dan kan je het gewoon weer terug. Wel mooi, hè? Bruine vloerkleedjes. Ja, dat past er perfect bij. Net zoals de bruine beetjes en zo. Bruin is mijn favoriete wolkleur. Als cowboy snap ik dat. Eigenlijk altijd al. Oeh, misschien ben je altijd al een cowboy geweest van binnen. Je moest eens weten. Oké, ik ga weer verder vissen, denk ik. Ja, ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga wat leuks doen. Heel erg bedankt. Geen probleem. Dit wordt de beste aflevering ooit nu. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik weet echt niet waarvoor ik zojuist gedanst heb. Die schoenen staan je ook echt ontzettend goed. Ja, ze passen wel mooi, hè? Ja, echt heel leuk. Oké, ik spring hier nu. Nee, wacht, ik doe wel mijn schoenen. Ik was dus bang dat ik naar beneden zou springen. En dan het water van ijs zou worden.
En dat en je onder het ijs terecht kwam. En nou erop. En dan een hele pijnlijke dood zo sterven. Maar volgens mij gaat het goed. Daar komen we achter. Het werkt! Ik leef nog. Het werkt. Maar pas wel op voor de trident. Die gaat je mogelijk killen. Yo! Wow! Doe! Pas op! Oh. Pas op! Oh, het scheelt echt niks. Het scheelde echt niks. Het is ook een baby. Hij heeft een trauma. Oké, jongens. De video duurt wat langer waarschijnlijk dan verwacht. Maar dat komt omdat er van alles tussen is gekomen met dansen en cadeautjes geven. Weet ik veel wat allemaal. Maar ik had nog één ding op de planning staan deze video. En dat is in de winkelvallei. Oké, jongens. Hey. Sheriff Junior staat hier. Laten wij met Benny eventjes op pad gaan. Zo, goed. We zijn aangekomen in de winkelvallei, jongens. En wat ik hier nog eventjes wil doen, is heel simpel. Op de takenlijst hier staat dat ik, hier kapitein Knalnut, heuvel onder boom afmaken. En daarbij bedoelt KB, die heeft dat ding daar volgens mij neergezet, dit gedeelte hier. En ik snap het, het ziet er niet uit natuurlijk. Dus wat ik waarschijnlijk even ga doen, jongens, is dit misschien als een heuvel naar beneden laten lopen. Of ik ga het met een cliff naar beneden laten lopen. Ik moet nog even kijken wat mooier is. Ik denk misschien een beetje een mix van. Of gewoon als een cliff. En dan heb je hier ook wat meer bouwruimte, weet je. Maar ik denk als ik het gewoon smooth als een heuveltje naar beneden laat lopen. Dat het dan iets logischer is dat die boom hier staat. Dus ik denk dat ik het voor deze keer wel gewoon zo naar beneden laat lopen. Maar we gaan het zien in de prachtige timelapse. Jongens, daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En we hebben hier een mooie berg gemaakt. Uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om een beetje een cliff hier en daar. Hé, daar loopt de creeper. Hallo, creepertje. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om hier toch een soort van cliff te maken. Ik heb hier een beetje van die, hoe noem je dat? Roots. Wortelen. Wortels heb ik gemaakt van de boom. Ik kom even niet op het woord. Maar ik ben heel blij met het resultaat. Het ziet er eigenlijk een beetje mooier uit. Dus we kunnen nu met trots naar het takenbord toe lopen. Even door het gras hier en zo. De boom moet wel nog steeds gedaan worden. Maar daarvoor wachten we tot Robin terug is van vakantie. Daar komt hij, jongens. Hier hebben we kapitein Knal het heuvel onder de boom afmaken. Laten we dat ding even opnieuw plaatsen, zo. En dan een taakje voor meneer KB. Omdat we hem veel cadeautjes hebben gegeven en hij mij cadeautjes, vind ik het eigenlijk ook wel weer dat het tijd is voor een taak voor hem. Zo, de endportal zoeken. Ik vind dat het ook wel tijd is namelijk om naar de end te gaan. Even die draak snel te verslaan, want dat boeit allemaal niet zoveel. En dan gewoon shulkerboxes te krijgen. Die wil ik heel graag. De enderdragon boeit me meestal niet heel veel in Minecraft. Want ja, het is leuk om hem te verslaan, maar dat hebben we al 100 miljoen keer gedaan, weet je. Maar de shulkerboxes, dat is echt gewoon, dat is precies wat we willen. Nou, Benny, we hebben het vallei hier even wat mooier weer gemaakt. We hebben onze taken als community manager hier hebben weer gedaan. Tijd om naar huis te gaan. Goed, dan wil ik nog één laatste kleine dingetje even checken. En dat is hier bij mijn kleine bijenfarm. Hebben we veel nieuwe... Oh, we hebben nieuwe honeycombs, jongens. Bijtjes, jullie doen het echt goed. Ik ben trots op jullie. Goed, jongens. Voor nu ga ik de video afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. En als je tot dit punt in de video bent gekomen en je bent nog niet geabonneerd... Waarom nog niet? Kom op, je bent letterlijk tot dit punt gekomen. Het is helemaal gratis. Abonneer nou gewoon even niet zo eigenwijs doen. Gaan we eventjes naar die 350.000 abonnees. Kom op. En dan nu... Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content 2.0. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Hierin hebben we een nieuwe piraat gevonden. In plaats van dat we er eentje kwijtraakten. En dan nu spreek ik later glaasje water. Wie vlees je bier? Tot de volgende keer.